Jullie hebben een nieuwjaarsduik gemaakt op 1 januari... om geld op te halen voor het dierenasiel. Waar gaat dat geld eigenlijk heen? Nou, dat zal ik even beantwoorden, want daar was ik van het geld. Wij hebben, zoals je weet, heel veel dieren die we elk jaar opvangen. En die moeten allemaal ingeënt worden. Bij elkaar kost dat per jaar ongeveer 9000 euro. En we vonden het een goed idee om daar nu dit geld voor te besteden, aan te besteden. En hoeveel geld hebben jullie opgehaald? We hebben, tromgeroffeld, 2525 euro opgehaald. Tenminste, wij, als ik zeg wij, ik heb niet gedoken. Marianne en de andere duikers, zwemmers, ja. En waren jullie tevreden met de opkomst? Met hoeveel mensen waren jullie? Met z'n tienen. Dus we hebben met z'n tienen zijn we het meer ingestapt. En twee honden. En twee honden natuurlijk, ja. Phoebe en Teun. Ja. Ja. Hebben die ook geld opgehaald? Ja. Ik denk dat die de grootste geldtrekkers waren, hoor. Zeker. Ja. Nou, 2500 euro is dan nog behoorlijk veel, ook prachtig. Als je met z'n tienen bent. Ja, dat is prachtig. Ik vraag me af hoe ze dan het geld opgehaald hebben. Want die hond die zal niet langs de deuren gegaan zijn van, wil je me sponsoren? Nee, dat hebben we inderdaad via internet. Hè, dat is dan weer heel makkelijk. Waar mensen een actie konden starten via onze website. Of gewoon via iDeal een donatie doen. En ik weet, Marianne heeft ook zelf gewoon geld met de collectebus langs de collega's en bekenden en familie. En die hebben allemaal een duit in het zakje gedaan. Ja. En Marianne, jij hebt meegezongen. Hoe koud was het? Het viel uiteindelijk wel mee, want zeg maar, de buitentemperatuur was ongeveer gelijk aan de temperatuur van het meer. Maar ik moest wel even slikken voor de kreging. Het was wel koud hoor, want ik had mijn dikke jas aan en ik dacht, nou, het is best fris. Dus ja. En hoe lang bent u erin gebleven? Ik ben er twee keer in gegaan. Even eerst proberen hoe koud het was. Gelukkig werd ik door Phoebe over de streep getrokken, want er werd een bal geworpen en ze ging als een speer dat meer in. Dus ik moest wel. Eind. Maar u heeft het over een meer. Waar hebben jullie dit gedaan? Het was in het Valkenburgse meer. En is dat dan minder koud dan de zee? Ik denk het wel, toch? Dat weet ik niet, want het is wel heel diep. Dus volgens mij, het is zomers ook al nog vrij koud. Het is een zandplas, dus die is heel diep. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat die zeker in deze tijd van het jaar iets kouder is dan de zee. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het extra dapper, het meer. Ja, vind ik wel. En jullie hebben mijn volgende vraag eigenlijk al beantwoord. Maar honden konden dus meezwemmen. Ja. Ja. Waarom waren dat er maar twee eigenlijk? Hadden niet veel meer honden mee kunnen nemen? Dat zou theoretisch kunnen. Alleen van deze twee honden weten we dat ze graag zwemmen. En dat ze het niet erg vinden als er heel veel mensen... want er waren natuurlijk best veel mensen aanwezig. Dat ze het niet eng vinden dat er heel veel mensen omheen lopen. En we weten ook van deze twee dat ze ook 's winters zwemmen. Niet alle honden zijn gewend om dat koude water in te gaan. En mensen kunnen ervoor kiezen... Maar ja, een hond niet in principe. Dus die kan je niet dwingen. Het vind ik niet netjes om te dwingen. Van ga je ook maar even dat koude water in. En van Teun en Phoebe weten we dat ze... Al is het ijs, dan gaan ze er nog in. Dus die zijn het gewend. Stel nou dat er mensen aan het luisteren zijn die denken... Oh, dat is zo'n leuk asiel. Die doen zoveel leuke dingen. Ja. Als ik een huisdier wil, dan wil ik hem daar halen. Waar kunnen ze jullie vinden? En hoe gaat dat eigenlijk? Kan je gewoon langskomen, leuk dier uitkiezen... en hup, in de achterbank mee naar huis? Er zijn meer vragen in één zin, heb je nu gesteld. Maar daar ben ik heel goed in altijd. Ja, heel goed. Ze kunnen altijd tijdens openingstijden bij ons langskomen. Maandag tot en met zaterdag tussen 1 en 4. En dan kun je kennis maken met de katten en met de konijnen en de vogels. De honden kun je niet zomaar langslopen. Want dan worden al die honden knettergek natuurlijk. Als de hele dag mensen voor hun kennel heen en weer lopen. Maar als je echt serieus interesse hebt in een bepaalde hond... dan kunnen we die aan je voorstellen en dan kunnen we eens in gesprek gaan. Het is niet zo dat je zomaar een dier meekrijgt. Je komt binnen, 5 minuten later sta je buiten met een kat met een strikje erom. Daar gaan wel wat gesprekken aan vooraf. Felix. En zijn deze dieren ook te zien op online? Ja, die staan ook op onze website en op ons Instagram-account. Ja. Nou, noem het adres maar even dan. We zijn nieuwsgierig nu. Ja, volgens mijn man hoef ik niet meer www te zeggen, maar dat doe ik altijd nog. Ik ben ouderwets. www.dierenasielleiden.nl. En op Instagram heet het Stevenshagen Plaatsbare Dieren. Ja, lekker kort.